Bij het Openbaar Ministerie, OM, is door een anonieme persoon een partijdocumenten ingediend met het verzoek tot strafrechtelijke vervolging van twee regeringsautoriteiten. Het verwijt omvat onrechtmatige bevoordeling van een bij naam genoemde privé-rechtspersoon. Deze informatie is ook breed uit in de pers verschenen. In reactie hierop meldt het OM dat onder zijn aansturing de anticorruptieunit van het Korps Politie Suriname een aanvang heeft gemaakt met het vergaren van nadere informatie in verband met de ingediende documenten en de klacht. Het OM bericht verder dat de privérechtspersoon genoemd in deze kwestie ondertussen ook heeft gevraagd om een onderzoek in verband met deze zaak. Op het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft vrijdag de afsluiting plaatsgevonden van een training in de Spaanse taal. Het betreft de 9e editie van trainingen in de Spaanse taal, aangeboden door de regering van de Republiek Colombia. Regionale integratie noopt onze Spaanse taal te beheersen in woord en geschrift. Colombia heeft hierop ingespeeld door jaarlijks een aantal docenten beschikbaar te stellen voor een cursus Spaans als vreemde taal aan overheidsfunctionarissen. In de reeks vergaderingen van de Parlementaire Commissie voor Volksgezondheid in het kader van de begrotingsbehandeling over het dienstjaar 2024 is ook met minister Amar Ramadin vergaderd. De bewindsman is via Zoom ingegaan op de vragen en opmerkingen van de commissieleden. Er is onder andere gesproken over de schuldpositie van de zorginstellingen, de bijdrage van het ministerie aan oplossingen, het wettelijk kader voor operationaliseren van de zorgautoriteit en de toelages die zijn toegezegd aan het zorgpersoneel.